Arthur draait de kaart om en kijkt naar een foto van de zee. In de verte een zeilboot, piepklein. En voor de rest alleen maar zee. Geen kust, geen haven, alleen het blauw van de zee. Dat helpt ons niet verder, bromt Wolf. En het poststempel, vraagt Arthur. Vlug draait hij de kaart om. Niet leesbaar, zegt Dikke Neus. Hij gaat zitten en leunt achterover in zijn stoel. Luister, ik heb hier al veel over nagedacht en dit heb ik ontcijferd. Waar water wijst op de zee. En de wind is iedereen die op Boris jaagt. Als je de zin nu herleest, begrijp je hem toch beter. Arthur knikt. Hij ontsnapt door weg te zeilen. Juist, zegt Dikke Neus. Maar waar ik geen oplossing voor heb, is Bengel en Krab. Het is misschien de naam van zijn boot, zegt Arthur. Wolf springt overeind. Ja, dat moet het zijn. Zijn boot heet Bengel en Krab. Goed gevonden, Arthur. Arthur lacht. Dat was makkelijk. Dikke Neus schudt zijn hoofd. Nee. Boris zou nooit zo duidelijk de naam van zijn boot op een briefkaart schrijven. Arthur bijt op zijn lippen. Het is ook zo'n vreemde naam, zegt hij. Bengel en Krab.